iedereen die bij een huisarts is ingeschreven en die dus vertrouwen stelt in huisarts, dat we die zo goed mogelijk behandelen. En waar het op neerkomt is dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt omdat in de tijd die we vroeger daarvoor hadden, om dat nog steeds te kunnen doen. Het ligt ook een beetje aan onze club zelf, want er gaan de komende tijd zeker best een hoop huisartsen die al wat ouder zijn, die houden ermee op. En wat je ziet is dat daarvoor in de plaats komen steeds niet één huisarts, maar twee huisartsen die één zo'n plek opvullen. Dus je hebt eigenlijk veel meer mensen nodig om de plekken te kunnen volmaken. Ik weet niet wat je lange dagen noemt, maar wij werken natuurlijk wel veel, dat klopt. En we hebben ook nog de diensten enzovoorts, maar we beginnen om 8 uur en dat loopt vaak door. In ieder geval maandag en dinsdag en woensdag loopt dat door tot een uur of 6, 6:30. Dan zien we in die tijd niet alleen maar patiënten, maar we doen ook een heleboel andere dingen. Hè. In de dossiers werken en overleggen en overleg met onze ondersteuners. Dus vroeger was een praktijk bestond uit een dokter en zijn assistenten. Dat is niet meer. Er lopen heel veel meer mensen rond nu. Er wordt nu gesproken over een virtuele praktijk. Ik weet niet of je dat heeft in de krant gestaan. Ja, wat dat betekent is eigenlijk een beetje een raar woord, want dat is het natuurlijk niet. Maar dat betekent dat mensen die niet bij een vaste dokter ingeschreven staan, dan bij een praktijk zouden kunnen waar niet echt een vaste dokter in dienst is, om zo maar te zeggen.